ben Suzanne Hogevorst, ik ben historicus. En ik ben natuurlijk ook geïnteresseerd in het verleden, maar ik ben vooral geïnteresseerd in de omgang met het verleden. Door historici, door individuen, door samenlevingen. Hoe wordt er op het verleden teruggekeken in herdenkingen, in waar komt onze kennis van het verleden vandaan? Ik ben bezig met een onderzoeksproject dat heet Evidence en dat gaat over hoe schrijvers van brieven, dagboeken, autobiografieën en dergelijke, hoe zij schrijven over geweld of oorlog, situaties die zij zelf hebben meegemaakt. We hebben een heel grote gedigitaliseerde collectie van ego-documenten die vanaf de 16e eeuw tot en met nu gaat. En de vraag is dus eigenlijk hoe die mensen hebben geschreven over dat geweld dat zij direct of indirect hebben meegemaakt of gezien. En hoe dat verandert in de loop der tijd. Ik ben zelf projectleider vanuit de Open Universiteit. Daarnaast is het Humanities Cluster, het KNAW Humanities Cluster, in het project betrokken. Zij leveren een deel van de collectie en ze hebben een hele batterij aan programmeurs die voor ons bezig is om die data te ontsluiten en doorzoekbaar te maken. En daarnaast is wat meer op de achtergrond het netwerk Oorlogsbronnen betrokken. Dat is een expertisecentrum over de Tweede Wereldoorlog, digitaal erfgoed van de oorlog. En zij zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd naar wat er uit ons project komt. En een andere grote partner is het eScience Center. Zij leveren engineers aan die ook met ons meedenken om onze onderzoeksvraag te beantwoorden. Als je zoekt in 5 eeuwen ego-documenten, dan levert dat allerlei problemen op. Ten eerste omdat het nogal veel is om allemaal te bekijken zelf. En sowieso omdat digitaal bronnenonderzoek natuurlijk de belofte in zich heeft dat je het allemaal kunt doen. Dat je niet langer selectie hoeft te maken of steekproeven hoeft te nemen. Maar hoe doe je dat? En het zijn ook ten tweede heel andersoortige teksten, ook met historisch taalgebruik. Dus onze eigen zoekwoorden bijvoorbeeld, die kunnen nooit die hele collectie in al zijn diversiteit ontsluiten. Daarom is er een manier bedacht, een tool ontwikkeld binnen ons project, om op basis van fragmenten in plaats van zoekwoorden relevante passages in die teksten te vinden. Die tool is niet zo lang geleden uitgeprobeerd tijdens een workshop waarin we gebruikers, potentiële gebruikers, met name historici, hebben uitgenodigd om de tool te proberen en hun bevinding aan ons te rapporteren. Volgens mij was iedereen heel enthousiast en ik zie ook wel degelijk mogelijkheden om buiten het kader van dit project daarmee te werken. De tool is nog in ontwikkeling, dat kun je duidelijk zien. Dus we hebben heel veel praktische opmerkingen over hoe het werkt met klikken, met zoeken, met vinden. Wat ik er heel interessant aan vind, is de combinatie van hard zoeken en zacht zoeken. Dus zeg maar zoeken echt op concrete zoektermen. Die zich ook kunnen vertalen in allerlei zoekresultaten waar die zoekterm al niet meer in voortkomt. En het veel meer associatief zoeken. Dus de combinatie van die twee verschillende zoekfunctionaliteiten in één tool, dat vind ik echt heel waardevol. Ik denk dat deze zoekmethode heel goed kan werken als je hem loslaat op een relevante of een duidelijke dataset. Ik denk dat het zeker een toegevoegde waarde kan hebben als het om grote en voor de onderzoeker in kwestie nogal onbekende bestanden zijn. Ik heb op zich vanuit mijn dagelijks werk een aardig beeld op wat er bijvoorbeeld in die danstranscripties voor dingen te vinden zijn en hoe je daar achter concrete gegevens kunt komen. Als je dat niet hebt, als je meer blanco of op grotere afstand tegenover een hele grote dataset staat, dan geloof ik zeker dat zo'n filtermethode kan helpen om er snel relevante dingen uit te halen. De mensen van het eScience Center hebben een hele belangrijke bijdrage geleverd. Er zijn verschillende engineers bij het project betrokken geweest in de afgelopen 2 jaar, de 2 jaar looptijd van het project. Daarnaast is er een engineer van eScience, betrokken geweest bij het project die een achtergrond heeft als sterrenkundige.
En dat vond ik fantastisch om te merken hoe hij met zijn expertise in abstract en ruimtelijk denken eigenlijk een model voor ons heeft gebouwd om onze tekstcollectie ook op die abstracte, ruimtelijke manier doorzoekbaar te maken. En dat je die verschillende disciplines zo bij elkaar brengt in zo'n project, dat vond ik echt fascinerend.